Een hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is de dag dat wij onze boot krijgen. Die wordt straks geleverd bij ons. Dat is echt heel nice. We moeten de loods opruimen. Gisteren hebben jullie gezien dat het erg laat geworden is. Dat we veel hebben gereden. Dat we een caddy hebben gekocht. Heb je dat nog niet gezien? Check even de vlog hiervoor terug. Vandaag gaan we ook naar het stashhouse. Want we gaan eindelijk even die Dunkin Donut dingen proeven. En de Taki pallet gaan we even unpacken. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Eerst ga ik nu even de vlog editen. Kijken of er nog wat pakketjes openstaan voor Cars for You. En dan straks komt Sven eraan en dan gaan we lekker naar het stashhouse en al die andere dingen doen. Dus let's go. En de eerste vlog is af. En ondertussen heb ik hier alweer de volgende vlog. Dat is de vlog dat we de caddy gaan kopen. En dit is echt wel een lange vlog. Dat zie ik nu al aan de beelden. Ik zal even kijken hoeveel gig dit is. 30 gig valt mee. Maar veel beelden, dus dat zal wel weer een lange vlog worden. Maar echt nice hoor. Busje wordt dus klaargemaakt. Ik ben heel benieuwd wanneer we dat busje kunnen ophalen weer in Almelo. En ondertussen even tijdens het editen een tostietje maken. Een heerlijk vlog. Lamtostietje, even lekker eten. Jongens, het is alweer bijna einde dag. Het gaat zo verschrikkelijk hard. We zijn met echt van alles druk bezig. Ik probeer letterlijk deze week, heb ik een schema wat ik allemaal wil afkrijgen. En ik heb letterlijk van de 5 dingen maar 2 dingen kunnen doen. Dus ik heb er al 3 open, moet ik dus verzetten naar volgende week. Er komt iedere keer iets tussen. En positief en soms wat negatieve dingetjes. Maar ik ben hierop bezig met de thumbnail van de caddy. En kijk dan eventjes. Deze video hebben jullie natuurlijk al gezien. Maar het is alweer vrijdag en we willen eigenlijk ook gewoon zelf een beetje weekend vieren. Maar, zoals jullie nu zagen, ik probeer dat rond te draaien met, kijk, het licht. Dit is donker en dit is beter. Maar de zonnewering heb ik ook te horen gekregen vandaag. Die komt er ook weer aan. Dus die wordt ergens volgende week of de week daarop geplaatst. Is dat ook helemaal geregeld. Maar vandaag gaan we ook eventjes naar de inpakafdeling. En we hebben een Dubai-reep helemaal ready staan. Maar eerst moet ik een goedkeuring krijgen of deze thumbnail door de keuring heen komt. Dus Koen, kom eens even checken. De thumbnail. Ja, kom eraan. Ik moest deze thumbnail namelijk eventjes maken voor Koen. Hij zei de thumbnail moet eventjes een beetje iets... Het is te druk, want het weekend komt eraan. Ik heb net 2 vlogs geëdit, want straks komt er een online. En in het weekend, ja, dan zijn we hier niet. Gaan we het niet redden, nee. Die komt zondag online en dan deze komt dan weer dinsdag. Ja, prima. Toch maar gekocht. Simpel, prima. Ja, toch? Ja, gewoon perfect. Ja. Caddytje gekocht. Nou, het is de caddy van GB, maar... Ja, dat wel, ja. Mensen denken, wow, die is wel gepimpt met gouden velgen. Daarom dacht ik hou hem lekker zo. Dan ziet hij er helemaal fucking vet uit. Ja, nee, het is echt chaos, jongens. Het is echt ongekend. En we moeten nog heel veel doen. Mijn dingen kan ik gelukkig verschuiven allemaal naar maandag. Want dat kan maandag ook nog gebeuren. Maar Koen is bezig voor de vlogs en voor jullie. Dat kan niet verschoven worden naar maandag. Want dat betekent dat je dus woensdag en dan donderdag... Of maandag, vrijdag, zaterdag en zondag en maandag geen content hebt. We lopen ook niet vooruit. Met de vlogs. Nee. Totaal niet lopen vooruit. En dat is ook het kutte. Ja, die vlogs duren soms een uur. Duurt ook gewoon lang om te editen. We moeten nog die Pokémon kit online gooien. Al die andere dingen moeten we nog proeven. Moet straks allemaal nog online. Wat het ook is, is dat we op zoek zijn naar een editor. Dus ben jij iemand die dus video's kan editen, vlogs kan editen, laat ons gerust weten. Want we zijn echt dringend op zoek naar editors. Want we willen gewoon het vlogkanaal door blijven beuken. En we doen echt ons best. Maar jullie zien nu ook in de vlogs hoe lastig het voor ons is. Omdat we al die andere bedrijven er ook nog omheen hebben. En we kunnen wel iedere dag vloggen en filmen, maar we kunnen niet en editen, want je bent gewoon sowieso 1 of 2 dagen aan kantoordagen sowieso kwijt. We zitten gewoon meerdere dagen op kantoor om al die dingetjes alles te regelen en dan moet er ook nog geëdit worden en wat dan ook, dan ben je ook alweer een dag aan kwijt. Ben je al 3 dagen van de week, ben je dus al eigenlijk bezig met administratie, noem het maar op, en daar tussendoor proberen een beetje te filmen. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Het is echt gewoon heel erg lastig, maar we houden het vol. De taakjes zijn binnengekomen. Gisteren hebben jullie het gezien dat ik dat daar een foto van heb laten zien, maar ik heb ze zelf ook nog niet eens gezien. Ja, en ik moet zo nog betalen het factuur. En we moeten nog proeven. We hebben een heel simpel pakketje ook van die leverancier weer gekregen. Daar zitten weer andere producten in. Waarschijnlijk gaan we niet alles verkopen. Ja. Zoveel orders en dan klopt soms het voorraadsysteem niet. Moeten de mensen weer geld terugstorten, klantenservice, allemaal dit. Het is echt druk. Het is echt. En ik was vanochtend was er helemaal paniek bij de inpak. Want ze konden namelijk niet inpakken omdat de labels het niet deden. Dus ik was weer allemaal bezig om dat te regelen. Maar ik moest eigenlijk andere dingen doen die ochtend. Dus dat heb ik niet kunnen doen. Zo moet ik weer verschuiven naar maandag. Het is ook gek uit. Het is echt drama. Het is echt gekhuis. Gewoon zoveel orders in korte tijd. Ja. En er komt alleen maar meer bij. Het is goed. Is hartstikke goed. En we groeien echt ontzettend netjes. Maar we willen ook onze kwaliteit natuurlijk behouden. En dat kan gelukkig door de inpakcenten die alles inpakken. En noem het maar op. Dus iedereen krijgt gewoon netjes hun pakketten. En alles wordt netjes geregeld. Alles wordt ingepakt. Maar ook de administratie moet ook allemaal netjes. Dat doen we deels zelf. We hebben natuurlijk boekhouden, noem maar op. Maar er zijn gewoon dingetjes zoals de vlogs editen. Moeten we dus echt gewoon zelf allemaal doen. Uiteraard. Thumbnail maken. Moet allemaal zelf gebeuren. Inkopen doen.
doen we zelf, blijven we zelf doen. Zo kunnen we zorgen voor die lage prijzen. Jullie snappen het. We hebben het best wel druk met alles bij elkaar. Maar we gaan ons best doen, jongens. Maar dit is wel het moment wanneer de kantelpunt is. Komen er wel of geen vlogs? En dit was altijd wel het moment dat we stopten met vloggen. Omdat we het niet meer aankonden. Te druk was. Zouden we het vlogkanaal stoppen met vloggen. En houden ons natuurlijk bij onze ondernemingen. Maar we gaan het nu echt proberen. En alles op alles zetten. Als we geld moeten investeren, dus voor een editor. Om dat vlogkanaal erbij te houden. Thanks voor jullie support. We doen ons best. En er komen iedere dag vlogs aan. Alleen het heeft even tijd nodig. Want we moeten mensen hebben die dat dan kunnen gaan editen. Nou, voordat wij naar het stashhouse gaan, even wat proeven. Knak! Ja, je wil hem knakken, hè? Dat dacht ik al. Ik zit al de hele dag te wachten. Op dit moment. Oei, oei, oei. Met de hand. Ja, uit de koelkast, dan is het een nog hardere knak. Ja, echt. Eigenlijk is dat niet goed, hè? Want nee, dan, dat mag eigenlijk echt niet. Nee, dat verkleurt ook het chocolade. Maar het is hier zo heet, dat kunnen we hier niet doen. Nee. Wacht, we moeten even in het licht, hoor. Nee, wacht. We moeten even hier een momentje van maken. Het is niet zomaar een reepje, hè? Wat we hier een Milka-reepje knakken of zo. Het is echt een duur reepje. Zelfs voor ons. Ja, het is niet leuk eigenlijk. Nee. Maar het is heerlijk lekker. Het is een beetje massa's kassa. Ja. Onze wind... Ja, dan kunnen we als keertje zeggen hoeveel wind het wordt oppakken. Want het is echt maar... Echt bijna centen. En dan denk ik dat iedereen zegt, waarom doe je het dan ook nog? Maar ja, precies, het is een leuk product om erbij te hebben. Want het is wel weer zo, als je 1400 van die repen verkoopt in een week tijd. Ja. En je pakt bewijzen van 50 cent, heb je toch 700 euro verdiend. Ja, ja. Dat is hoe wij weer denken. Ja, en de repen gaan ook heel hard. Ja. En het is ook een high product. En we moeten het meer hebben van de mensen die er nog een iets anders bij kopen. Ja, ja. Dat zijn gewoon de goede dingen. Zo, de zon. Nou, Knakken. Knakken maar. Het moment van de waarheid. Knakken maar. Nou, hoe wil ik hem knakken? Gewoon... Zo, hè, eigenlijk. Lekker boven die airhockey tafel. Ja, dat is de slim. Gewoon ook boven het doekie, boven het bakkie. Kom maar. Het lukt me niet. Doe jij hem, het lukt me niet. Koel gaat het proberen te knallen. Kom op. Oh. Juist. Boven het bakkie. Ja, kijk. Even die airhockey tafel. Kijk dan. Je moet hem niet in de koelkast doen. Want nu is dit gewoon ook hard. Veel te hard. Ja, maar het hoort ook helemaal niet in de koelkast. Nee, daarom. Maar ik ga hem wel even lekker oppeuzelen. Ja, want het is niet bedoeld dus voor in de koelkast. Het is knijterhard. Nou, dat is gewoon prima te eten. Ja, het is fucking lekker. Zo lekker. Ik pak ook een stukje, jongens. Kijk dan eventjes. Zo. Hoe kan het dan? Hoe kan het? Dit is zo goed. Die chocola is ook gewoon echt goed. Het lekkerste wat ik qua chocola ooit heb gegeten. Ja. Maar een dikke chocola ook echt. Een dikke vulling. Komt dat het van het merk is? Ja, en de crunch erin. Ja. Fantastisch. Dit is precies de reden waarom we fans zijn van bonbons. We eten dit nu helemaal op. Ja, hij is nu weg. Je kan nu niet meer stoppen met eten. En dan heb je 12 bonbonnetjes en dan kan je ook zeggen van, eet er één, ik eet er twee, dan gaat weer terug. Ik ga niet verder eten. Maar dit is straks weg. Nee, je kan nu niet meer stoppen met eten. Nee. Ja, nee. Eigenlijk, wat je moet doen, knakken. In reepjes. Opruimen. Meteen die reep opruimen, want hij is zo lekker, je eet hem helemaal op. Zo goed gemaakt. Ik hoop echt. Een keer mogen laten zien hoe dit gemaakt wordt. Dan gaan jullie echt respect maken krijgen. En dat is een werk, hoor. Er is zoveel werk om dit te maken. Onderschatten mensen echt. Hebben wij ook onderschat. Dat dit niet eerder bestond, hè? Hoe kan dat, hè? Dat is nu pas achtergekomen. Nu pas. Dus dat het zo simpel is. Ja. Pistache, crème. Maar en als we 20 jaar geleden hadden gedaan, was het een stuk goedkoper. Want pistache is nu hartstikke duur. Dat wordt alleen maar duurder, ook door dit. Ja. Alleen maar noten. Echt heel lekker. Kijk hoe dit er ook uitziet, jongens. Het is toch gewoon... Gewoon een spul wat erin zit. Ik dacht dat die repen overreden waren, maar... Nee, je had het goed mis. Je wordt een goed hapje, hoor. Alleen maar van het spul. Nou, gevaarlijk lekker. Echt gevaarlijk lekker. Want we hebben maar bijna op. Zijn er mensen die dit niet lusten? Lusten mensen geen chocola? Ja, die mensen lusten het niet. Ja. Maar zelfs die moeten hem proberen. Ja. Ja, echt. Want dit is geen Milka. Nee. Geen Codor, geen Milka. Nee. Codor is trouwens wel heel goede chocola. Codor is oprecht wel echt goede chocola. Ja. Maar dit is wel echt gewoon... Ja, en het is een dikke vulling, hè. Het is niet een klein beetje wat je krijgt. Ja, nou, laten we naar Stashhouse gaan. Ja, want we gaan meer proeven. Je hebt trek in de chippy, of wat? Ik heb trek in de Dunkin' het blikje. Ik heb trek in de Takis, de drie zakken. Ik heb trek in de popcorn van Dunkin' Donuts. Jij hebt trek in een blikje cola die ik speciaal voor jou heb gekocht. Nou, want daar zit iets heel unieks in. Dat zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb niet echt trek in de Dunkin' Donuts popcorn. Want daar heb ik een beetje het gevoel van dat het niet lekker wordt. Ik heb geen trek in die cola die jij zogenaamd voor mij hebt gekocht. Jij vindt die Takis goor? Takis vind ik ook niet lekker. Dit is geen dag voor mij. Jawel.
dat blikje. Nee. Ja. Het is een blikje, er zit groente in. Nee, zo moet je het niet brengen. Nee. Het is een heel uniek Koreaans blikje. Van Coca-Cola. Gemaakt met groentes. Maar er zitten wel inderdaad groentedingen in. En hij heeft zijn ding op de grond zitten hangen, wat niet handig is. Oeh, er gaat iets goed mis. Ik ga hem niet filmen, want hij... Ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Wij hadden dat ook al. Zeker. Dat was wel hele stekker los. Precies. Ja, er was een aanhanger voor ons. Ik ga hem nu niet filmen, maar er was een aanhanger. Zijn aanhanger was zijn achterkant, waar je hem dus zeg maar vastzet. Zijn versteviging die was op de grond en die knetterde zo tak, 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 tak. Maar beter nu dan dat hij op de snelweg erachter komt. Hoor. Want wij waren namelijk de persoon die niet gewaarschuwd was. En wij hadden ook iets erachteraan. Ja, we werden gewaarschuwd, maar wij dachten, oh, dat zijn kijkers. Oh, ja. Die willen met ons op de foto. Dat was, en was hey, ja, wijzen en wij klopt, terugzwaaien en toeteren. Klopt, ja, dat was waar. Ja, ja, ja. Inderdaad. Toen dachten we dat wij herkend werden. Dachten we, oh, joh. Oh, joh. We worden herkend hier ook. Net. Maar iedereen, dat was een hele levensgevaarlijk. Echt die hele spanband ja, gewoon. Tot het een vrachtwagen, maar wij zwaaien, nee. Ja, probleem. Kijken. Oh. En toen zagen we het. Ja, toen, maar toen waren we al bijna op locatie. Ja, ja. Maar gelukkig kwamen we niet van ver. Het was maar 4 uur rijden of zo. Ja, schoon man. Schoon man. Algemene controle, algemene controle. Zo. Ja, die kleur vind ik al gaaf. Geel met paars heb jij goed besteld. Ik moest ze bestellen onder dwang. Ja. Nee, ik zag ze. Kijk, ik ben en blijf een zakenman. Ik kon een goede prijs krijgen. Ze gaan als een malle. Iedereen vindt ze nee, lekker. En toen zeiden ze, wil je toch niet een half pelletje? Precies. En toen hebben we een deal kunnen maken. Ja. En nou, toen daarom. Heb ik toch een half pellet ingekocht. Ja, dit zijn ze. De takies. En niet zomaar, want we hadden eerst hele kleine zakjes takies. We hebben ze nu gewoon grotere zakken. Oh. Namelijk 100 gram. Ja, die heb ik allemaal al gelaten zien. Pink lemonade. Die heb jij al gezien in de vlog. Want jij gloednieuw. Ja. Prachtige doosjes, hè, dit. Ja, dit is echt mooi. Dit is KitKat. Ik ben ook heel benieuwd. Dit zijn de Dunkin' Donuts. Ja, waar ik bang voor ben. Ben je hier echt bang voor? Ja, kijk. Hele kaassmaak. Kaas. Kaas. Maar ja, cheese onion vind ik heerlijk. Daarom. Ja, dit kan inderdaad of iets heel eng zijn. Ja, zie je wel. Ja, kaas met ui. Cheese onion. Ja. Is het echt kaas met ui? Ik zie hier bosui en het is kaas. Cream cheese, ja. Onion. Echt? Ja. Oh mijn god, cheese onion dat vind lus jij, ik super lekker. Lus jij? Ik ben gewoon benieuwd naar mijn... We hebben allebei ons pelletje. Jij hebt deze pellet besteld, ik heb deze besteld. Dit is een nieuwe leverancier, deze. Dus, en er moeten... Alles zijn we volgens de regels en dingen aan het doen, want we zijn ook aan het plakken. Maar deze moeten een Nederlandse beschrijving hebben. Ja. Ja. Ja, er zit een Nederlandse beschrijving op. Houdbaarheidsdatum, check. Nederlandse en je beschrijving. Je hebt vaak van die zakjes, die zijn 90 gram. En dit zijn gewoon volle 100 grammers. Ja. Dus dit is een nieuwe leverancier. En dan checken we dat. Bij deze bijvoorbeeld. Dragon Sweet Chili. Oh, die vind jij lekker hoor. Extreem hot. Dat laatste ik helemaal niet. Maar weet je wat het mooie is? Kijk, dat wil ik even uitleggen. Kijk, hier staat bijvoorbeeld geen Nederlandse beschrijving op. We hebben hier een doos. Helemaal vol met alle beschrijvingen. En dan moeten we erop plakken. Ja. Ja, is kutwerk, maar dat moet. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen, soms lukt het niet altijd. Sorry. Soms glipt het er toch nog even door. Ja, maar we zijn er echt mee bezig. Ja, ja. We zijn gewoon flink rollen. Ja. Dus, ja, hier staat alles met de beschrijving, dingetjes. Ja, in het Nederlands en dat mag je er zelf wel plakken. En een statiegeld ook, moet ook zelf plakken. Ook. Kijk, en deze, die zijn al geplakt. Kijk, hier staan overal de Nederlandse teksten op, statiegeld, alles erop en eraan. Ja. We zijn ook eventjes een onderzoek nu gestart, want wat blijkt, want wij krijgen van de leverancier krijgen wij dus de statiegeld dingetjes. Maar je kan ze niet allemaal inleveren bij een statiegeldpunt. Dus we gaan dat ook even een keertje testen en uitproberen. Ja, want dat betekent, dan worden wij opgelicht, want wij betalen namelijk wel ervoor. Wij betalen daar ook voor, we krijgen daar een los factuur voor, krijgen we een envelopje, krijgen we dingen, soms zit het er al op, maar dan als je het niet kan inleveren, dan werkt het niet. Dat dan worden wij opgelicht. Daarom echt. Ja, dus dat gaan we eventjes uitzoeken, want dat is ook gewoon een ding. Dat is gewoon strafbaar. Maar dat schijnt dus heel veel te gebeuren. Ja. Moeten we opleggen. Nou, tegenwoordig gebeuren er allemaal rare dingen. Ja. Maar het is echt we moeten een heel een veel oorlog controleren. Het is echt een oorlog in de snoephandel. Ja. We moeten heel veel dingen controleren. Er gebeuren echt serieuze dingen. Dat hebben we nooit geweten, maar dat gaan we nu echt niet vertellen. Nee. Dat is gewoon een crimineel circuit. Ja. Maar daar moeten wij heel erg op letten, oppassen. Het zou wel vet zijn als we het een keer vertellen. Maar ja, want dat wist ik niet. Maar ik denk dat je de hele... Ik wist het hele bestaan er niet van. Maar ik denk dat je de hele markt kapot maakt. Ja. En mensen gaan ons... Dat denk ik ook wel. Ja, dat gaan we echt niet vertellen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, oké. Maar in ieder geval, we hebben hier dus de taartjeszakken met dus Nederlandse beschrijving, nieuwe leverancier. En dat betekent nieuwe leverancier, goede prijzen en dus goedkoop op... Anyview.nl. Ja. Oh, er komt iemand aan, hè? De snelheid. Het is weer druk, we moeten snel zijn. Welke wil je als eerst proeven? Ik wil, ik wil wat kijken. Kijken? Eerst kijken. Ga jij maar eerst kijken. Ik ga dit kijken. Want dit komt in ons kitje, denk ik.
Oh ja, jij wil een kietje maken? Ja, beloof maar nog maar niks. Nee. We hebben nog geen tijd. Nee, daarom. Wat staat er voor nu nog los? Lijkt me wel een kat 1 dit. Nou, we gaan een vuurwerkbox inderdaad. Oh. Dit is toch vet. Snoepjes. En deze zit dan ook in de kist. Ja, dit is hard. Het komt erin, maar dan gaan we wel even drinken proeven. Want wat zit in deze dozen? Ja, want hier zitten inderdaad bijzondere drankjes in. Namelijk Evi en Balbazar. Oh, het is wel random hoor. En Blastoise. Het is net wel wat je krijgt. Maar het is wel echt de oldschool Pokémon's. Ja, want kijk hier. Oh, het is Jigglypuff. Niet alleen Pikachu, dat had ik verwacht. Hier Pikachu, Balbazar, Pikachu, Jigglypuff. Het zijn allemaal verschillende. Ja, dan is het echt een Pokémon-kitje. Ja, dat is leuk hoor. Met Peach is dit volgens mij. En dat was ook weer een ander smaakje. Zit er stukjes in? Het is een beetje... Oh, daar ben ik altijd zo bang voor. Mogu Mogu, ken je dat? Ja, dat ken ik zeker. Dat is lekker, hè? Ja, jij vindt dat lekker. Ja, dat is ik lekker. Ik vind het echt niet lekker. Nou, we gaan hem wel even proeven. Ja, nou, laten we het maar gaan testen. Jij durft niet. Nee. Kijk eens, jij hebt hem al weer open. De Dunkin' Donuts. Sixpack. Is dit te koop bij Dunkin' Donuts? Nou, wel in dit verre land. Ja? Denk het wel. Ja, denk het wel. We gaan hem even kijken. Hoe die eruit ziet. Want daar gaat het ook een beetje om, hè. Hoe ziet het eruit? Oh, yo. Wow, hele holo. Wow, yo. Sparkling. Heel dik blikje dit, hoor. Kijk hoe dit eruit ziet, jongens. Nooit gezien. Zo ziet hij er geen eens uit bij de leverancier waar we hem bestellen, hè. Zo, dat is Cassis en Peach. Of Sherry en Peach, denk ik. Holy shit. Proef maar deze, ben ik wel heel benieuwd naar. Ruik hem eens. Volgens mij, dit moet echt lekker zijn. Ja, dit ruikt gewoon echt wel heel lekker, hè? Zo, ja, dit wordt sowieso lekker. Dit wordt sowieso lekker. Dit kan niet vies zijn. Dit ruikt echt fantastisch. Ja, dat is lekker. Maar ik weet niet waar het naar smaakt. Peach. Ja, ook. Maar ook nog een andere smaak. Is het niet die sherry? Nee, geen sherry. Totaal geen sherry. Mango? Is het mango? Pepsi mango smaak? Dit had zomaar voor Coca-Cola kunnen zijn. Of van Fanta. Ja, maar kijk hoe die eruit ziet. Heel dik blikkie. Ik weet het niet. Ik vind hem heel lekker, dat ik sowieso. Ik snap alleen niet waarom Dunkin. Is Dunkin gewoon ook ander? Ik denk aan Dunkin' Donuts. Dit is Dunkin' Donuts. Maar ik snap de smaak niet gelinkt met Dunkin' Donuts. Dit kan gewoon een hele goede Fanta zijn. Een eigen ding. Hoe het blikje eruit ziet, zo proeft het ook. Ja, ik vind het heel kleurrijk. Het is een hele mix. Maar ja. Ik proef zeker peach. Maar daartussen komt echt zo'n nasmaak. Maar het is stel geen... je bestelt een 6, heb je gewoon een sixpack. Dat is lijp. Dat is echt lijp. Dat is wel vet, ja. Ja. Heb je de gewoon Dunkin' een compleet pakket. Oeh, dit is wel echt heel erg lekker. Ja, en dan dit, hè. Dit is echt Coca-Cola. Ja, daar ben ik ook wel. Ik denk dat ik die niet lekker vind. Ja, dit is die groente. Ja. Vertel er eens over, wat is hier nou de grap van? Nou, de grap is, hier zit gewoon wortel iets in, bloemkool, dat soort rare dingen. Maar ja, het is gewoon een heel bekend blikje in het verre land. Heb je er veel van besteld? Ik heb er wel een aantal wat van besteld, ja. Omdat ik gewoon verwacht dat jij dit ook echt lekker vindt. Ja, ik denk... Hij zit goed vast. Hoekje. Oh, wacht hier. Coca-Cola. Ja, dat geloof je gewoon niet dat dit Coca-Cola is. Dit is echt Coca-Cola, zoek maar op. Ziek hoor. Dit ziet er ook niet uit als Coca-Cola. Nee, maar het is echt een gezonde Coca-Cola. Nou, nee. Er zit vast wel genoeg suiker en zo in. We proeven het wel of het gezond is. Jij mag als eerste proeven. Ruik er eens aan. Ja, ik ga echt eerlijk zijn. Sorry. Oh! Nee. Ja, ja, het is gewoon... jij verwacht weer groente en allemaal enge dingen. Het valt op zich wel mee, de geur. Hij is ook zwart. Cola kleur. Zo. Er zit geen prik in. Dat sowieso niet. Echt? Er zit geen prik in. Oh. Het is gewoon een heel zacht... blikje weer, want ik zie hier ook een wortel staan, een fruitje, een besje, een dingetje. Oh, geen prik. Geen prik. Ik dacht echt, er komt een prik vanuit, maar heel bijzonder. Wat kleur is het? Geen prik. Het is echt een sappie. Het is echt een sappie. Het is heel raar. Ja. Ja. Je drinkt groente. Boerenkool, weet ik wat, zat er allemaal in. Nee, ik vind dit niet lekker. Ja, omdat je weet. Als ik zei, jongens, dit is echt het drankie. Als ik niet had gezegd dat er groente in zit, nee. Had jij het lekker gevonden? Nee, ik vind het echt niet lekker. Oprecht niet. Ook al had je gezegd dat dit de meest gesuikerde drank ooit is. Dit proeft te veel naar sap. Het is sap. Ja, maar ik hou niet van sap. Hou je niet van sap? Nee. Appelsappie, dingetje sappie? Nou, appelsappie met heel veel suiker en dat het super zoet is, weet je wel. Dan lust ik dat het. Is dit niet. Maar echte appelsap, dus zeg maar echt verse appelsap wat zuur is. Ja. Nou hoor. Nee. Dit is ook niet zuur, absoluut niet. Nee. Ik denk dat er best liefhebbers voor zijn, maar ik sla hem over. Sla jij hem over? Ja, ik vind deze wel oprecht nog hartstikke lekker, die Dunkin' Donuts. Maar ik ben een lastige drinker. Ja, je houdt die van prik. En dan dacht ik, we hebben er eentje gevonden. Zonder prik. Nee, ik had echt verwacht dat er ook nog prik in zou zitten. Maar we hebben hier een soort Pikachu Mogu Mogu met allemaal enge sliertjes. Hou ik ook niet van. Ik hou niet van sliertjes, maar Mogu Mogu vind ik echt lekker. Echt? Ja, dat haal ik echt regelmatig. Dat ziet er ook echt zo uit. Oeh. We hebben publiek. Peach, maar... Ik vind dit wel lekker ruiken. Ja, dit durf ik echt niet. Ik zie die stukjes allemaal... Mogu Mogu.
Ja, dat lust ik niet. Mogu Mogu. De peach Mogu Mogu. Jij moet het filteren. Hmm. Ja. En dan hebben we hier de bosbes, denk ik. De paarse. Ja, het valt me echt wat mee, zeg maar. Oh, heb je ook een stukje? Ja, zeker. Ja, ik heb nu gewoon een slokje genomen. Als je het in één keer doorslikt, dan proef je de stukjes niet. Dat moet je niet doen, dat wat jij doet. Ik wil nu aan kouwen. Ja, dat moet je niet doen. Gewoon één keer doorslikken. Ja. Druif. Lekker. Echt Mogu Mogu. Wel goede flesjes. Hele mooie flesjes. Ja, peach en druif. Ja, nee, dit is gewoon... Uniek, ja, uniek. Maar ik hou niet van die stukjes heel erg, maar de smaak is echt fucking goed. Dan moeten we eigenlijk ook nog ik wel... Ik vind vooral wel deze lekker trouwens. Deze vind ik wel het lekkerst. Moeten we toch eigenlijk gewoon nog een dingetje proeven? Van die andere Pokémon. Een Pikachu-zakje moeten we dan nog even proeven. Het is heel gek, want die hele brand is supergoed, zeg maar, met dit. Maar dit gaat niet naar mijn specialiteit. Ondanks dat het er echt super vet eruit ziet en de drankjes, ja, blijkbaar proeft het naar Mogu Mogu. Maar ja, Mogu Mogu vind ik minder lekker. Maar... Ja, nee. En dit ook. Zit dan geen prik in. Is een sappie. Ik ben niet zo van de sappies. Dit is weer echt zo'n chemisch blikje. Ja, met hele smaak. Dit moet je gewoon hebben van het design. Dit is gewoon een gaaf blikje. Kost echt niet duur. Nee, maar als ik gewoon zit te denken, ik zit op de boot. Dan drink ik deze helemaal leeg. Dan, als er echt geen drink is, drink ik echt wel deze leeg. En als we echt bijna doodgaan, dan neem ik deze wel beter aan. Oké, het is wel beter dan een glaasje water, zeg maar. Maar het is gewoon, zit smaak het is aan. Een verrassingseffect wat je als je het opdrinkt. Ik denk oprecht dat dit mensen zijn die dit lekker vinden. Hou je van sapjes en dat soort dingen, vind je dit lekker. Maar ik hou gewoon niet van sapjes. Suderant. Boah, godverdamme. Vind ik echt niet lekker. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen het lekker vinden. De staart, wat is dit weer? De staart van Pikachu. Oh, kom maar, snoepje. Oh. Met citroen. Ja. Oh, en heel zacht. Ja. Oh, dit is, oh, dit is heel fris. Dit is gewoon cola met citroen. Perfecte combi. Ja, lekker. Ja, dit is wel vet. Ja, ik ben gewoon een klein kind. Alles wat suiker heeft in dat zin vind ik lekker. Dat kleine kind mag nu ook nog de, hoe heet het, proeven? De cheese onion. Maar daar ben ik wel bang voor. Die vind jij lekker? Je zei net dat je cheese onion zo fantastisch dat vindt. Dat wel, ja. Ja. Ik ben hier echt bang voor. Ja, ik ook wel een beetje. Maar jij bent gewoon getraumatiseerd door die truffel Netflix popcorn. Ja. Moet je van houden, dat kan precies hetzelfde zijn van dit. Als dit zo'n vieze kaassmaak heeft, hou ik er ook niet van. Ja, ik ga naar cheese onion. Oh, beter dan een truffel. Oh. Lekker? Het is lekker. Ja. Ja, is lekker? Ja, oh. Ja? Ja, het is heel lekker. De goeie? Ja, heel lekker. Gewoon cheese onion. Heel. Dit is jij ook. Oh. Dit is hele goede cheese onion. Ja. 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 Niet zo'n gekke nasmaak. Kwaliteit. Dit is goed. Dit is echt goed. Heel lekker. Ja. Oh, die Duncan kan wel dingen maken, hè? Zo, kijk dan. Ik ben blij met Duncan. Deze is heel lekker. Die kruiden ook. Wil je proeven? Echt lekker. Is echt lekker, deze. En deze weer, hè. Konden we heel lang niet krijgen. We hebben wel de peach. Die staan hier gewoon nog altijd. Maar de aardbei. Ondertussen is die zak bijna leeg. Zo, is zo lekker, jongen. Aardbei is weer terug. En we moeten weten het nog even pakken. Mm, deze moeten we proeven. Lemonade. Deze gaat samen met de... M&M popcorn en Oreo, hè? Hij is heel lekker. Maar jij zei nog, ik hou van cheese onion. Nou, dat is dit. De Dunkin Green Onion Cream Creamy Cheese Popcorn. Maar ik heb nooit zulke goede cheese onion. Nee, dat kunnen ze wel. Als hier chips van is, dit is gewoon kwaliteit van de kipchips. Zo goed. Ja. Dus wil je een popcornje bestellen, klik hem erbij. Ik denk wel... Als je van een sapje houdt... Nou, het is iets bijzonders wat je niet hier in Europa kan vinden. Ja, want dit past wel echt bij elkaar. Je kan dit niet vinden. Nee, dit is echt een smaak, heb ik nooit gemaakt. Ja, dit is te sapperig. Ja, je verwacht prik. Het is geen prik, het is gewoon inderdaad... Een sapje. Ja. Aparte smaak. Bijvoorbeeld ananassap. Vinden mensen ook hartstikke lekker. Ja, maar het is een sapje, maar het heeft niet een sterke sapsmaak. Het is heel waterige sapsmaak. Ja. Heel apart. Ja, heel bijzonder. Ja, van Coca-Cola, daar verwacht je echt wel prik in, maar blijkbaar niet. Hebben ze toch eens een keer wat gemaakt wat gezond is? En wat ik niet lust dan. Omdat gezond is. Ja. Ja. Nou, wil jij een taakje proeven? Want het lijken allemaal dezelfde, maar dat zijn niet allemaal dezelfde. Want we hebben 3 smaken. Maar welke zijn dat nou? Waren een van onze best verkochte producten. Ja. Ik hou niet van pittig, dus het houdt al heel snel op. Ja, maar dan... Dus jij mag hem oordelen. Okay. Want iedereen weet toch al, ik lust het niet. Punt. Nee, maar kijk, ik zeg tot nu toe bijna alles is lekker, behalve die Sour Wheel. Daar moet ik van kotsen, maar... Maar die vond ik dan wel weer steeds lekkerder worden. Ja. Ja. Maar jij lust minder dan dat ik lust. Ja, jij lust veel. Ja. Ik lust vrij weinig tot niks. Ja. Dus dit is al knap, maar dit is echt goeie. Eerlijk. Dat is dan wel weer zo, als ik het lust, lust iedereen het. Ja, bijna wel. Mits je niet toevallig daar net van houdt. Ja, maar ik hou van vrij weinig. Ja. Ik heb de hele meest. Ik ben de basic lijn
Als ik het lust iedereen. Net als de Dubai-reep, bizar. Ja, dat, als je dat niet lust, dan echt... Dan gaat er wat fout. Dat snap ik echt niet. Nee. Oprecht niet. Nee. Maar ik lust alles. Nou, alles, ik lust het vrij weinig. Maar alles wat ik lust, daarom, ik moet altijd proeven van jou. Als ik lust jij het altijd. 100%. 100%. Maar als jij proeft en jij lust het en ik neem het, lust ik het niet. En daarom mag ik eerst proeven, dat lekkere sappie. Nou, lekkere sappie, het is een aparte smaak sappie. Anders durf ik niet meer als jij het zo afruikt. Ja, maar ik lust niks. Nee. Daarom. En dit is gewoon echt die Mogu Mogu, heel vet met een Pikachu erop. En dat is dus gewoon een random Pokémon krijg je. Ik had verwacht, iedereen krijgt een Pikachu, maar hier heb je gewoon die. Hier heb je een ander, die Jigglypuff. Hier die gekke beer. Weet je wat ook grappig was? Laatst was ik in Parijs met mijn vriendin. Was ik in een restaurant. Dat was een super hype op TikTok. Stonden rijen. Anderhalf uur lang in de rij gestaan. Ging ik de beste vlees ooit eten. Kwam ik daar. Vond het niet zo heel lekker. Omdat de saus niet lekker was. Je vond de saus niet lekker. Nee, ja. Dus, en iedereen daar. Oh, zo lekker. En die saus is de beste wat er is. Nou, ik proef hem. Ik lust weer die saus weer niet. Weet je hoe irritant dat is? Dus het ligt echt aan mij. Maar... Nog of... Even op, ik ga ruimte maken voor deze. En we moeten de lemonade proeven. Ja, maar dat is sowieso goeie. Die alle KitKats tot nu toe zijn top. Ja. Ja, echt top. Ja, hoe proeft de pink lemonade? Ik denk witte chocola. Ja. Want als die pink is, denk ik witte chocola. Ja. En die lemonade is die verfrissende smaak. Ja, echt het citroentje hier gewoon. Ja, van precies. Zoet met, want we hebben die lime, die is echt wel wat zuurder. Ja. Deze is zoet met een beetje zuur. Ja, wel vet hoor, in het roze. Even kijken hoe die eruit ziet. Kijk eens jongens, de KitKat Pink Lemonade. En jij hebt hem al geopend. Ik heb hem. Eentje voor jou, eentje voor mij. Oh, ja. Dan gaan we meteen proeven. Het is inderdaad, hij ruikt ook sterk hoor, deze. Oh, dit is een hele herkenbare chocola. Dit is die roze smeltchocola. Niet dat citroentje wat erin zit. Nee? Nee. Ja. Ja, je bent Dubai-repen gewend nu, hè? Dat is waar. Oh, ik herken deze smaak. Gewoon... Dit is een... Katje. Dit is als je van Dr. Oetker... Had je vroeger van die smeltchocolade in verschillende kleuren. Had je de roze, daar proef deze naar. Ja? Ja. Beetje... Dit had best een taartsmaak kunnen zijn. Ja, een taartsmaak. Ja. Ja, zo'n prinsessentaartsmaak. Ja. Prinsessenglas... Dat is meer zoet. Ja, dat is zoeter. Nee, het ziet er wel dik uit. Ik snap alleen de limonade niet heel erg. Nee, ja, ze moeten ook wat verzinnen. Dit had prima een cupcakeje kunnen zijn. Ja. Ja. De bovenkant van een cupcake, daar proeft hij naar. Als we hier de vlog overheen hadden gedaan, had de birthday die hier al is. Ja, de birthday. De birthday proeft wel heel anders dan dit. Ja. Maar ik vind deze wel echt lekker. Ja, perfect. Ook wel goed. Nou, maar ik kan het altijd goed. Ja, en dit zie ik de sweet chili. Sweet chili. En we moeten even graven. Ja, ik een mopje maken. Ja. Heel mooi geprint zakje hoor, dit. Oh. De Volcano hebben we dus. We hebben de Sweet Chili. Dat ligt daar. En dan moeten we er nog één hebben in de stapel. De Fuego. De Fuego, perfect. Ja, dit zijn de taakjes, hè. Ja. En heb je er alleen nog de Blue Heat. Maar de Blue Heat die is overal mag krijgen. Maar dit zijn wel drie hardlopers. Dit zijn inderdaad wel echt toppers, deze. Of die. Vet, hoor. Ja. Nee, dit zijn gewoon te bestellen op Kennyview.nl. Wel lekker weer met kaas. Ja, die lust jij wel. Of is die ook... Dat is hot. Oh, deze is heel hot. Jij mag beginnen met de Fuego. Maar deze kennen we, dit is een eerlijke. Ruikt wel echt lekker. Eet maar. Nee. Ja. Hebben we water hier? Wordt al water gehaald. Ah joh, we hebben mogen. We hebben Duncan, we hebben alles. Proeven. Ja, hij is pittig. Hij is echt pittig. Doe ik hem in mijn mond tot de zijde pak. Ja, het is echt pittig. Fuego, die Sven nu aan het eten is, kikt straks later in. Vooral als je er twee neemt. En die is hij echt pittig. Komt hij later achter. Nee, ik ben nu wel gewoon echt lekker. Ja. Die is gewoon prima. Ja. Die ene was veel pittiger, die chi. Oh ja, ik zou het willen. Ja, nog één. Nee. Ja, nog één. Nee, ik proef het al. Nee, nog één. Nee, ik proef het al. Of zijn de. Ja. Nee, die is goed pittig. Weet je wat ik doe? Ik ga nu gewoon alles tegelijk. Fuego. Ik ben nu ook al. Dan ben je toch al er doorheen. Fucked up. Dit is met kaas. Ja, cheese. Kijk eens. Top, dankjewel. Assistent hoor, hier. Broer. Ik vind die minder lekker. Minder lekker? Ja. Ja, die pittigheid is nu gewoon niet meer. Die verpest nu alles. Je proeft niks meer. Dragon Sweet Chili. Nou, zoetzuur de saus. Smaakt naar zoetzuur? Geen idee, ik proef alleen pittig. Doe helemaal niks meer. Heeft geen smaak. Ik heb helemaal geen smaak meer. Nou, snel drinken. Ja, het begin was even lekker, maar toen werd het pittig. Vond ik niet meer lekker. Nee. Dat, ja, zonde man, dat het pittig is. Ja, dat is takies. Ja, dat is het hele doel van takies. Dat is takies. Nou, ik ga hem proeven. De smaak is wel goed. Maar dit is gewoon een eerlijke oordeel. Jij mag, want bij jou bepaalt het meest. Jij houdt van pittig. Dat vind ik niet lekker. Nee? Nee. Ik vind die kaaskruiden niet lekker.
Hij is pittig, daar hou ik van. Maar de kaaskruiden vind ik niet lekker. Echt kaas, kaas proef ik. Ja. Gewoon goede kaas, maar dat vind ik een beetje eng. Ja, dat gewoon te kazig is. Echt kaas. Nou, de fuego. Ik heb hem vaker geproefd deze. Prima, heet chippy. Goed heet, ja. Nou, deze heb ik ook nog nooit gehad. Dragon Sweet Chili. Die was, vond ik wel eventjes lekker totdat de pittigheid er kwam. Oh, ja. Zo. Ik denk dat deze op nummer 1 staat bij mij. Ja? Ja, ja echt. Ik had deze eigenlijk op nummer 1, maar ja, dat komt omdat ik bij het begin niks proefde. Zo, deze heeft echt een... Eigenlijk is dit dezelfde als die, maar dan nog met een extra smaak. Ja. Nee, dat proef ik dus echt niet meer. Ja, ik vind deze echt lekker. Jij proeft nog verschil tussen deze en die andere. Ja. Als jij nu kaasje neemt, dan proef jij nog steeds de kaas. Dan proef ik zeker de kaas. Ik heb geen kaas geproefd, jongens. Echt niet. Nee, nee, ik vind deze heel lekker. Maar pittig. Ik vind deze echt heel lekker. Ja. Hij moet die kaas nog proeven, want ik hou wel dus een beetje van kaas. Ja. Ik vind kaaschips, alles met kaas vind ik wel lekker. Kaasstengels. Proef jij nog even de kaas? Nee, heel lekker. Ja. Want kaas, ik vind jou wat pittig is. Doe een klein stukje. Of likken alleen de kaaskruiden erop? Oh, is echt kaas. Het is echt kaas. Ja. Ik vind dit wel lekker. Ik vind die pittig. Ik vind de pittigheid zo jammer. Ja. De hele pittigheid is jammer. Als ze nou taartjes uitbrengen die niet pittig zijn, dan zou ik deze smaak wel echt gewoon heel lekker vinden. Maar ik vind hem nu niet lekker, omdat het gewoon het is pittig. Hij is heel pittig, ja. Maar de kaas smaak is wel echt wel goed. Ja, ik snap wat je bedoelt als je niet van kaas houdt. Ik hou wel van kaas, want ook die andere vind ik fantastisch. Die Dunkin' cheese... Ja, maar dit is wel echt kaas. Dit is echt kaas smaak. Dat is dat cheese onion kaas. Nepkaas. Dit is echt kaas. Ja, ja. Dit is gewoon, ik wil niet zeggen een plak kaas. Nou, je zou bijna denken maar... dat het geraspte kaas is. Ja, en dat, dat zit daar overheen. Ja. Ja. Dat is toch best wel lekker. Ja, wel. Kaasstengelkaas is dit. Ja, ja. Maar dan heel pittig. Een pittige kaasstengel. Maar ik eet hem niet verder op, want dan zit ik nog steeds een half liter water te drinken. Maar ze staan te koop. Dat zeker. En goedkoop. Ja. Speciaal voor jullie. Deze hebben we besteld. Weet jij de prijs jullie. Nu? Ja, zo ongeveer €2,99 voor, denk ik. Nou, nou mooie prijs. Ja. 100 gram. Ja, 100 gram. En dat doen we er eventjes in actie, €2,99. Zodat we eventjes deze spellen kunnen wegbrengen. Nou. En dan kunnen we uiteindelijk steeds gekker gaan. Impact Dame staat naast ons. En zij vindt die kaas fantastisch. Kaas vindt hij fantastisch. Welke vond je het lekkerst? Kaas vind ik het lekkerst. Kaas is lekkers. En dan nummer 2? Deze? Ja. Dat is deze dan? Dit is of dan deze, nummer 2? Dit was de extreme. Oh, dit is, oh deze. Deze. Dus dit is nummer 2, dit is nummer 3. Ja, en dat, die stond weer bij mij die op nummer 1. Stond bij jou weer op 1. Deze op 2 en dan de kaas op 3. En zij vond hem helemaal niet pittig. Nee. Jij vindt de pittigheid wel meevallen? Ja. Nou, ik wel. Is gek, hè? Ik kan er echt niet tegen. Ik zit nog steeds met mijn watertje hier leeg te drinken. Dat is gewoon nog goed, hè? Tot volgend jaar. Eind volgend jaar, april. Of eind april, februari. Ja. Dat is lang. Dat is echt lang. Nee, ik vind hem heel lekker. De fuego. Nee, en die ander. Ik ben blij dat jullie het lekker vinden. We hebben een hele pallet. Ja, dat echt zijn, veel, er zijn genoeg mensen die dit lekker vinden. Maar als je niet van pittig houdt, houdt het heel snel. Hoe lang is dit wel niet uitverkocht bij ons? Ja, dit is heel lang uitverkocht. We hebben toen ooit, hier zijn we mee begonnen. Maar dat was wel de Blue Heat. Ja. En wij kwamen net in de tijd, toen onze shop online kwam, ja. In het dumpseizoen van de Takis. Ja, en dumpseizoen is nooit meer verder gekomen omdat het heel populair is. En het is super duur. Normaal betaal je €5-6 voor een zak. Ja. Even zo grof gezegd. Sommige winkels volgens mij voor €4, €4,99. €4,99 en dat is 90 lag gram. Gewoon in de winkel inderdaad. Ja, dat is 90 gram. En wij hebben dus nu 100 gram voor €3. Ja, En daarom... Alleen, het ligt alleen bij Candy View als het voor scherpe prijzen komt. Ja, mooie zakken. De alle Takis nu dus €2,99 op de website. Op is op, want dit is het enige spelletje wat ik nu eventjes kon krijgen. Ja. En als het op is, ga ik weer nieuw. Weet ik niet of dezelfde prijs misschien kan krijgen. Misschien zijn andere smaken. Misschien wordt het wel duurder. Ze zijn bezig, maar de Blue Heat mag niet verkocht worden in Nederland. Nee. Dat is de reden waarom ik niet heb ingekocht. Ik kijk heel erg naar de wetgeving en regelgeving. Waarschijnlijk en... volgend jaar, 2025, ja? Is er een goedkeuring voor de Blue Heat. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar nu nog niet. Nee, precies. En we hebben nog geen goedkeuring. Dan heb je ook nog geen Nederlandse labels erop en wat dan ook. En wij proberen ons echt heel erg aan die regeltjes en dingetjes te houden. Dus dat is eigenlijk de grootste reden. Daarom verkopen wij dus alleen maar deze en geen Blue Heat, omdat dat is nog niet helemaal... Ja. Ze zijn niet super streng, ze komen niet langs en dat je ze dan gaan kijken. Komen, je kan eraan komen, maar... Wat er ook, maar wij proberen ons echt eventjes in alle regels, want je bent namelijk een beetje zelf verantwoordelijk ervoor. Komen dus, beter dan genezen. Precies dat. En wij willen echt groot worden, we willen groter dan ooit, daarom. We willen misschien ooit een winkel in de toekomst. Ja. En dan moeten wij nog meer regeltjes als je een winkel hebt. En we staan pas een half jaar, we doen daarom, echt ons best. Daarom, en we toppen elke keer weer en dat willen we blijven doen. Takis voor maar €2,99, Candy View 100 gram. Bestelsen. De impact heeft allemaal geproefd. En iedereen, want iedereen die vond mij... Iedereen hoorde mij mijn mening geven. En iedereen kwam hier een soort van... Maar tot nu toe, iedereen stond hier. Iedereen zei, is niet pittig. Ja, en toen zei iedereen, hoe kan jij het pittig vinden? Maar ik zei, ik vind chilisaus al pittig. Ging iedereen lachen. Ja, dat is ook echt. Dat vind ik ook pittig. Ja. Als ik chilisaus heb, en neem ik een klein beetje, want dat vind ik ook pittig. Nee, dat dus, is... eindstand. Vind jij chilisaus pittig, dan is dit te pittig. Conclusie niet te eten. Lust jij chilisaus en vind je het totaal niet pittig, dan is de Takis lekker. Ja. Conclusie inderdaad. 10 mensen stonden hier. Dit popcorn vond iedereen lekker. Iedereen lekker. Die Takis ben ik de enige die hem niet lekker vindt. De rest vond iedereen
vond het te pittig is. En iedereen vond de kaas het allerlekkerst. Ja, dat vind ik dus weer niet lekker. Ja, het is heel vaag. Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere smaak. Ja. Dus daarom hou je mening een beetje met korreltjes zout. Dit is de mening die wij dus hebben. En als je het echt allemaal wil weten, check het eventjes. En proef het vooral. En wij proberen gewoon onze eerlijke mening te hebben. Maar dit was het weer voor vandaag. Ja, even wat TikTokjes nog even opnemen met de nieuwe producten. En eventjes online gooien in onze WhatsApp groep. Volg ons niet, check eventjes de WhatsApp groep en de Discord groep. Ja. Want daar dus check komen deze video nu. Deze producten zijn nu te koop. Ja. Of ze zijn alweer uitgekomen dat het weer te hard gaat. Maar dat kan ook altijd. Want dan bestellen we wat. Denken we 100 stuks kunnen we proberen. Nou, dat is gewoon in no time weg. Hier had je wel 1500 stuks van kunnen halen. Dit kan ik nog krijgen. Ja, dit is goed spel. Dat gaat hard. Ja. Nou, filmpje maken. Het is ook een beetje zoetig. Hij is lekker hoor. Ja, zoete popcorn met die cheese onion smaak. Zo, deurtje goed op slot nu. Ja, er staat iets binnen nu. Ja, nieuw, dan gaat hij op het hoofdkanaal. Ja, binnenkort, echt wel snel. Ik denk dat hij op het hoofdkanaal staat. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval weten jullie in ieder geval wat er al achter staat. Maar het is me weer een waar genoegen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja, later!